Brand, ongelukken en forse schade. Elke maandagavond plaatsen wij een overzicht van het 112-nieuws van afgelopen week in Overijssel. In deze video, voor de derde keer een ongeluk op de grensovergang bij De Lutte, een brandende taxi in Glanerbrug en een ernstig ongeluk in Mariënheem. Kijk verder voor alle beelden. Voor de derde keer in amper 2 weken tijd is hier, bij de grenscontroles op de A1 bij De Lutte, een ernstig ongeluk gebeurd. Een auto botste met volle vaart op een bord dat juist zou moeten waarschuwen voor files die kunnen ontstaan door de Duitse grenscontroles. Rijkswaterstaat had het bord juist neergezet om nieuwe ongelukken te voorkomen. Want al 2 keer eerder waren er zware ongelukken bij de grensovergang. In beide gevallen botste een automobilist achterop een file die was ontstaan door de recent ingevoerde Duitse grenscontroles. En in beide gevallen kwamen de automobilisten om het leven. Rijkswaterstaat wilde met het waarschuwingsbord automobilisten juist behoeden voor nieuwe ongelukken. Een taxi in Glanerbrug is in brand gevlogen. De auto stond onder een overkapping in de buurt van een tankstation. De hulpdiensten hebben die auto snel een paar meter weg kunnen slepen om erger te voorkomen. De brand ontstond onder de motorkap, maar waarom precies is niet bekend. Wel kwam er heel veel rook vrij. De politie sloot dan ook de straat af en regelde daar het verkeer. Er is niemand gewond geraakt, maar van de auto is niks meer over. Meerdere scholen in Deventer moesten een dag dicht door een dreigmail. In de mail werd gedreigd met een schietpartij en de inhoud daarvan was zo ernstig dat meteen de politie werd ingeschakeld. Het ging om de locaties De Marken Noord en Zuid en de locatie Het Korberik van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. De dag na de dreiging gingen de scholen weer open. Wel waren er meer afmeldingen dan normaal. En agenten waren aanwezig om vragen van de leerlingen te beantwoorden en slachtofferhulp aan te bieden aan wie dat nodig had. Een automobiliste is door een poller op de parallelweg van de N35 bij Wierden gelanceerd. Het is niet de eerste keer dat die beruchte paal schade veroorzaakt. Zo werd er vorig jaar nog een Porsche gelanceerd. Hoe het ongeluk nu heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De vrouw is in een ambulance nagekeken op haar verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De poller liep ook flinke schade op. En doordat alle motorolie uit de auto de straat is opgelopen, moest de weg gereinigd worden. En daarom werd die straat tijdelijk afgesloten. Een grote ontruiming bij de ijsbaan in Enschede. De hulpdiensten werden opgeroepen voor een ammoniakalarm die daar bleek te zijn afgegaan. De ijsbaan werd direct uit voorzorg ontruimd. Op het moment van het alarm waren er zo'n 50 mensen binnen. Terwijl alle aanwezigen buiten stonden, verrichtte de brandweer metingen in het gebouw en de omgeving werd even afgezet. Volgens de brandweer kwam er een klein pufje ammoniak vrij. De monteur kon dat direct verhelpen. Er was dan ook geen gevaar voor de omgeving. Een botsing zorgde voor een enorme ravage in Enschede. 3 geparkeerde auto's werden geramd doordat een andere auto van de weg schoot. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Een auto is over de kop geslagen na een botsing tegen een boom in de buurt van Mariënheem. De bestuurder, een man van 26, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist reed vanuit Raalte in de richting van Mariënheem, belandde links van de weg in de berm, botste vervolgens tegen een boom en daarna vloog de auto over de kop. De bestuurder zat na het ongeluk bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd door de deuren open te knippen. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en daar is ook onderzocht of hij onder invloed was. De passagier, een vrouw van 25, kon zelf uit de auto komen. Zij is met lichtere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Toen de politie bij het ongeluk aankwam, stond er ook een tweede auto met 4 inzittenden die allemaal onder invloed van alcohol waren. Het zou gaan om vrienden van de slachtoffers die naar het ongeluk waren gekomen nadat ze waren gebeld. En omdat zij eerder dan de politie aanwezig waren, kon niet helemaal worden bewezen wie van de 4 had gereden. 2 personen hebben een rijverbod gekregen en de auto moest worden achtergelaten. Overstromingen in Deventer, een gebroken waterleiding, zorgde ervoor dat delen van een aantal straten onder water zijn gelopen.
Brandweer was er snel bij, zette het gebied af en monteurs hebben die waterleiding gerepareerd. Volgende week maandag om 7 uur 's avonds weer een nieuwe 112-video. Abonneer je op ons kanaal om niks te hoeven missen.